naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een hele leuke video voor jullie in samenwerking met Unite Wardrobe. Ik heb namelijk 100 euro shoptegoed van Unite Wardrobe gekregen om op hun app uit te geven. In deze video ga ik onder andere laten zien wat ik van die 100 euro shoptegoed heb kunnen scoren en welke dingen ik zelf ga verkopen op mijn account. 2 weken geleden hebben jullie namelijk in een video kunnen zien dat ik mijn kledingkast heb opgeruimd. En daar heb ik heel veel kleding uit verzameld die ik graag op Unite Wardrobe wil gaan verkopen en jullie er misschien blij mee kan maken. Oké, laten we maar beginnen met wat ik heb kunnen scoren op Unite Wardrobe. Dat was nog best wel moeilijk, want ik had een 100 euro shoptegoed, want natuurlijk superveel is waar je enorm veel mee kan. En zoals jullie misschien wel weten, ben ik een echte Love Stories fan. Ze hadden zoveel leuke dingen van Love Stories, maar toen zag ik iets anders voorbij komen en toen dacht ik, deze kans moet ik gewoon grijpen. Ik ben namelijk echt een hele erg fan van designer items. Ik vind het gewoon leuk om te hebben, leuk om te sparen, leuk om zeg maar te sparen en het dan uit te geven zodat je een soort van beloning aan jezelf kan geven. En toen zag ik deze riem en ik wist dat deze kleur niet meer verkrijgbaar was en toen dacht ik ja deze moet ik gewoon hebben, deze moet ik hebben. Ik heb er zelf wel iets bij moeten leggen, niet zoveel, maar bij die 100 euro shoptegoed heb ik nog een klein deel zelf bij moeten leggen. Maar ik vond het helemaal waard, want ik wilde deze riem gewoon zo graag hebben. Zo kwam het pakketje binnen. Ik heb hem al opengemaakt. Ik kon echt niet meer wachten. Ik wilde heel graag wachten voor de video. Maar ik was zo benieuwd naar hoe de ring eruit zag. Dat ik gewoon niet meer kon wachten. Het pakketje was gewoon mooi verpakt. Goed, zeg maar stevig. Geen beschadigingen, niks. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. Als je de doos openmaakt. Oh, kan je al gelijk zien wat voor riem het was of is. Het is namelijk een Gucci riem. Ik zal even de doos eruit halen. Het zat ook heel netjes verpakt met van dat papier aan de zijkant en de bon erbij. Nou, de bon die zat erbij. Het zag er gewoon uit als een originele Gucci bon. Ik heb zelf namelijk ook een Gucci riem. Dus daar kon ik het gewoon mooi mee vergelijken. Die zat er gewoon bij. Dus dat vond ik echt super netjes. Alles zag er trouwens nog echt spik en splinternieuw uit. Dit was dan de Gucci doos die erin zat. En als je hem openmaakt, wat ik nu eventjes ga doen, zie je als eerst de dustbag zitten met de riem natuurlijk. Maar die bewaren we nog eventjes voor zometeen. Dan zaten er nog een paar andere dingetjes in, waaronder dit touwtje. Dit touwtje wordt altijd om de doos van Gucci heen gedaan, dus ik vond het ook heel erg netjes dat ze die erbij had gedaan. Er zit dit kaartje bij van Gucci, gewoon als, zeg maar, dit krijg je als kaartje van Gucci als bedankje dat je haar bestelling hebt gedaan. Een klein boekje. En een stickertje wat om de riem zelf heen zat als bescherming. Dus dat had ze er ook allemaal bij gedaan. Bon zat er netjes bij. Het was gewoon heel mooi. Alles klopt. Het klopte gewoon. Dus daar was ik heel erg blij mee. En toen natuurlijk de riem. En dit is dan de dustbag. En als je hem openmaakt zit daar de riem in. En ik ben hier zo blij mee. Echt niet normaal. Het is deze riem. Een paarse Gucci riem met een heel mooi logo. Het is niet echt goud, maar het is ook niet echt zilver. Ik weet niet precies hoe dat kan, maar het is gewoon in elk licht is het anders. Nu op de camera lijkt hij een beetje goudachtig, maar ik vind hem heel mooi. Je ziet ook echt dat hij amper gebruikt is. Er zit een kleine knik in zoals je ziet, maar dat krijg je als je hem een paar keer draagt. Dus dat is ook best wel logisch. Ik heb hem in mijn maatje 80 en dit zijn de dingen die er binnenin staan. Ik vind hem gewoon echt heel mooi. Amper gebruiksporen. En ik ben gewoon heel erg blij dat dit kan via Unite Wardrobe. Dat je gewoon je eigen mooie items kan verkopen. En een ander er blij mee kan maken. Want dit meisje droeg hem waarschijnlijk helemaal niet meer. En ik ben er echt ontzettend blij mee. En deze kleur had ik zelf natuurlijk niet meer kunnen scoren in de winkel. Dus ik ben heel blij dat het op deze manier wel kan. Ik ben heel erg blij dat ik deze mooie riem heb kunnen scoren op Unite Wardrobe. En dit zeg ik zeker niet omdat dit een samenwerking met hen is. Maar omdat ik er gewoon oprecht echt heel erg blij mee ben. Mensen die mij goed kennen, die weten wel dat ik van mooie designer items hou. En dit is gewoon een mooie aanvulling. Tot die collectie, moet ik maar even zo te zeggen. Terwijl de collectie nog heel klein is, maar het is toch een mooie aanvulling. En ik ben gewoon echt heel erg blij met deze riem. Vooral omdat die in de winkels ook niet meer te krijgen was. Ik zal nu nog een paar aanbeelden plaatsen met de riem waarin ik het stel. Toen ik de riem namelijk had besteld, had ik al een paar outfits in gedacht van, oh, hier staat hij leuk mee, daar staat hij leuk mee, dat kan ik doen, dat kan ik doen. Dus die aanbeelden zal ik jullie nu laten zien. En na de aanbeelden gaan we verder met het volgende. Ik heb natuurlijk niet alleen zelf iets leuks kunnen scoren op Unite Wardrobe, maar ik heb hier ook een hele vuilniszak met allemaal kleding, mijn kleding, die ik ga verkopen op Unite Wardrobe, dus die jullie dus kunnen scoren.
Er zit van alles in, van rokjes tot broekjes tot truien, t-shirtjes, iets om in te sporten, echt van alles. Ik zal jullie eerst even laten zien hoe de Unite Wardrobe echt werkt en daarna ga ik jullie de items laten zien die ik ga verkopen en hoe je ze het leukst kunt stylen. Ik zet hier een beeld even screenopname, dat ik het makkelijker aan jullie kan laten zien hoe de app precies werkt. Als je de app opent, is dit de homepage die je eigenlijk gelijk tevoorschijn ziet komen. Hierop zetten alle mensen hun kledingitems die ze dus verkopen. Er is ook een zoekbalkje waar je dingen kunt opzoeken. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een Levi's spijkerbroek, dan typ je dat in en zie je dus dat je allemaal spijkerbroeken krijgt. Maar ben je nou op zoek naar een persoon, dan klik je op het rechterknopje bij personen. Stel je bent op zoek naar mij, dan typ je Fleur Nijbakker in. En voilà, daar is mijn account. Zoals je kunt zien is dit dus mijn account. Ik heb ook een aantal favorieten zelf, maar ik heb hier ook mijn kledingitems staan. De items die ik zo meteen aan jullie ga laten zien, plus nog een paar extra's, die staan er al op. Dus die zouden jullie eventueel naar deze video kunnen gaan kijken. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik zal jullie ook eventjes laten zien hoe je dus een product kan toevoegen. Als je linksboven klikt op product toevoegen, krijg je dit. Hierboven kan je dus foto's toevoegen. Nou, ik wil deze jas er nog eventjes opzetten. Dus daar ga ik een paar foto's voor uitkiezen. Ik heb de foto's al gemaakt, dus dan klik je op fotobibliotheek. En dan kan je de foto's gewoon toevoegen. Nou, ik heb de maat al aangepast, dus ik vind ze goed zo. Dan kies je de productprijs, dus de prijs die je ervoor wilt hebben. Nou, ik vind 25 euro wel een mooie prijs. Deze jas kostte namelijk 60 in de winkel. Dat kan je er dus ook gewoon bij zetten. Bij nieuw prijs, hij was 60. Hou er wel rekening mee dat van de 25 euro gaat er nog 10% van af. Die krijgt Unite Wardrobe. Dus ik hou er zelf 22,50 aan over. Maar er gaan dan ook nog verzendkosten vanaf. Dus dat moet je wel even rekening mee houden. Nou, van mij mogen jullie ook wel bieden. Dus bieden zet ik aan. Bieden kan dan vanaf 70%. Dus dat is dus bij deze jas 17,50. Nou, het is een vrouwenjas. Categorie. Waar staat die? Ben ik nou zo blind? Oh, daar. Jassen. Het is een leren jasje. Het is wel een nepleer, dus dat ga ik er wel bij zetten. Maat, het is een maatje S. Kleur is groen, legergroen. Nou, hij is zo goed als nieuw, want ik heb hem wel een paar keer gedragen, maar niet vaak. Hij is van de Forever 21. En dan kan je er de stacks bij zetten, zoals nepleer, want hij is van nepleer. Hij is legergroen. Hij is van Forever 21. Ik maak er even een nepleren jack van. Zo. Maat S/36. Daar vergelijk ik hem ongeveer mee. En ik schrijf er ook altijd bij hoe lang ik ben. Want mensen willen dat soms ook nog wel eens weten. Dus ik schrijf er ook bij dat ik, dat ik 1,60 ben. Dan klik je op product toevoegen. En klik je naar mijn kledingkast. En dan staat je item ertussen. En kunnen mensen dus favorieten bieden of gelijk kopen. Dus dat is natuurlijk heel erg chill. Het werkt heel veilig. Het is namelijk zo dat, stel ik koop jouw Levi's spijkerbroek. Jij vraagt er 50 euro voor. Ik maak 50 euro over naar Unite Wardrobe. Zodra jij het pakketje verzonden hebt, moet je dat even aangeven. Heb ik hem binnen, geef ik ook aan dat ik hem ontvangen heb of ik hem wil houden. Als ik hem wil houden, krijg jij gelijk dat geld van Unite Wardrobe. Dus die 50 euro, min die 10% wat naar Unite Wardrobe zelf gaat. Dus dat is natuurlijk heel erg chill en het is gewoon heel erg veilig. Stel, mijn pakketje komt nooit aan of ik ben er niet tevreden mee en ik stuur het terug. Dan regelen zij dat allemaal en het gaat allemaal gewoon super veilig, goed en ja, het werkt gewoon. En je wordt niet opgelicht en ja, het is gewoon echt heel chill. Het werkt gewoon heel veilig. Ik kan het echt zeker weten iedereen aanraden. Want er worden vaak genoeg via Marktplaats of andere websites mensen opgelicht. En via Unite Wardrobe is die kans gewoon veel minder groot. Nu is het tijd om mijn items te laten zien. Ik ga niet alles laten zien, want het is best wel veel. Ik heb de leukste eruit gepakt. Althans, ik vind hele leuke items. Op het einde komen er nog aanbeelden met de meeste items die ik dus verkoop op Unite Wardrobe. Hoe je ze kunt stylen, wat er leuk bij staat, wat ik ermee zou doen. En daarna kan je ze lekker shoppen op mijn account. Dus laten we nu maar beginnen met de grote stapel met kleding die ik aan jullie wil laten zien. Laten we maar beginnen met een shortje waar ik heel veel plezier uit heb gehaald. En echt wel een tijdje mijn favoriet is geweest. Dat is namelijk dit groene shortje van Teddy Well. Het is een high-waisted shortje in een maatje 36. En deze verkoop ik dus ook op mijn Unite Wardrobe account. Dan deze sporttop van de Bershka. Ik
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk deze nooit heb gedragen. Ik heb hem toegekocht met de intentie van ik wil meer gaan sporten. Is helaas niet gebeurd, dus ik heb deze maar één keertje gedragen. Eén keer toen ik ging hardlopen en verder niet meer. Het is gewoon een heel mooi shirtje, kort shirtje. Hij komt ongeveer tot aan je navel. Met een kraagje en een rits. Kan helemaal zo ver open ritsen als je zelf wilt. Het is heel lekker stofje, heel warm. Ik ging toen hardlopen in de winter, want ik had deze toen in de herfstvakantie gekocht. En ik had het gewoon niet koud, dat is best knap. Want ik heb best wel snel koud in de winter. Hij heeft lange mouwen en bij de duimen heeft hij een gat dat je vinger er doorheen kan. Dus deze is ook te koop. Dan heb ik nu twee jurkjes die ik zelf met kerst heb gedragen. Als eerst dit jurkje. Ja, hij heeft heel veel glitters, echt heel veel glitters. Maar ik vind hem zo gaaf. Hij heeft groen met blauwe glitters, zoals je kunt zien. Het is gewoon een strak model. En dan heeft hij op de rug is hij ietsjes lager. Hij heeft lange mouwen, zoals je kunt zien. En is ongeveer tot net boven de knie. Ik heb deze zelf aangehad met kerst toen ik in de tweede zat. Ik heb hem ook best wel lang. Hij komt van de Primark en was toen echt een hele hype. Ik vind deze zo gaaf. Helaas pas ik hem niet meer heel goed. Ik pas hem nog wel, maar ik moet een beetje mijn buik inhouden. Maar ik vind deze gewoon echt super mooi en wil hier heel graag iemand anders blij mee maken. Dan nog een jurkje die ik met de kerst heb gedragen. Dat is deze van de Bershka. Aan de bovenkant is die helemaal doorschijnend, zoals je kunt zien. Sluit mooi met een knoopje. Heeft lange mouwen en voor de rest is die gewoon helemaal zwart. Er kan ook een heel leuk riempje omheen. Zo vind ik hem het leukst om te stylen. Om een riempje om je middel te doen. Heb je net wat iets meer, zeg maar, structuur met je lichaam. Of iets meer vorm. Zo noem je dat volgens mij. Iets meer vorm. Dus deze. En die vind ik ook echt heel erg leuk. En heb ik ook met kerst gedragen. Volgens mij dat jaar daarna. Dan iets wat voor mij een beetje een miskoop is geweest. Of althans, niet echt per se een miskoop. Maar ik heb toen deze oranje top gekocht bij de Zara. Omdat ik had hem dus al in donkergrijs. En ik was zo verliefd op die top. Het liefst droeg ik hem elke dag. Zat mooi, sloot mooi aan. Hij zat gewoon echt perfect. Kom met alles. En toen dacht ik moet hem gewoon nog in een andere kleur hebben. Maar zo alleen nog maar in het oranje. Dus ik dacht, nou, ik ga die oranje gewoon kopen. Maar zoals je kunt zien is oranje niet helemaal mijn kleur. En bleef dus eigenlijk altijd hangen in de kast. En pakte ik altijd automatisch nog die grijze. Vandaar dat ik deze weg doe, omdat dit gewoon niet echt mijn kleur is. Het is een mooie nepsuede stof eigenlijk. Met achter op je rug een rit. In een maatje S van de Zara dus. En qua lengte komt die. Het is geen crop top, maar het is ook niet helemaal. Hij zit er een beetje tussenin, zeg maar. Je zult op de aanbeelden wel zien hoe die eruit ziet. Maar ik vind het gewoon heel erg jammer dat deze kleur mij niet staat. Anders had ik hem zo leuk gevonden. Ik vind hem ook heel leuk. Alleen niet voor bij mij. Dus misschien wel voor bij iemand anders. Dan heb ik dit blouseje van de Forever 21. Ik had echt een periode dat ik alleen maar blouses droeg. Echt alleen maar blouses. En daar was dus deze eentje van. Het is een lichtroze kleur met mooie, ja, soort kanten afwerkingen. Het heeft ongeveer mouwtjes tot hier, denk ik. En zit mooi strak met een elastiek eromheen. Het is in een maatje XS. En dus van de Forever 21, zoals ik al zei. Het is gewoon echt een heel mooi stofje. En hij stond gewoon altijd heel erg mooi. Alleen ik ben niet meer zo van de blouses. Vandaar dat ik er eigenlijk iemand anders gewoon blij mee wil maken. Maar deze vind ik echt, echt heel erg mooi nog steeds. Eigenlijk jammer dat ik deze niet meer zo vaak heb gedragen. Dan iets wat ik verkoop omdat ik een nieuwe aan heb geschaft. Is namelijk dit spijkerjasje. Ik heb onlangs een nieuw spijkerjasje gekocht bij de Zara. Maar ik had deze nog van de Sting. En hij ziet er echt super mooi uit nog. In een maatje XS. En ik dacht, ja, hier kan ik gewoon echt zeker nog iemand anders blij mee maken. Het is een spijkerjasje met verschillende kleuren blauw. Zoals je kunt zien. Verschillende kleuren spijker. Lange mouwen. Het is niet een heel erg lang model. Of ook geen oversized model. Het is wel een beetje strak. Hij komt ongeveer tot, ja, tussen je navel en je heupen in. Hij is niet mega lang, maar ook niet echt kort of zo. Je zult het ook weer aan de aanbeelden allemaal zien zometeen. En het is van het merkje Anti Blue bij de Sting. Dat vind ik echt een heel leuk merkje. Altijd hele leuke dingen. Waaronder dus ook dit spijkerjasje. En dan als laatste wat ik aan jullie wil laten zien zijn nog twee truien. Dit was echt mijn favoriete trui. Echt, deze kleur vond ik zo mooi. En ik was gewoon echt verliefd op deze trui. Dit is een maatje XS van de H&M. En heeft een groene kleur. Maar er zit ook een soort wit in. Met lichtgroen en donkergroen. En het is gewoon echt een hele lekkere trui. Met lange mouwen. En ja, ik weet niet. Ik vond deze trui gewoon echt geweldig.
Ondertussen heb ik echt een stapel vol met truien. Dus er moesten gewoon een paar truien weg. Daarom is het deze geworden. Maar ja, ik vind deze trui gewoon echt nog steeds heel erg leuk. En als laatste deze trui van de Abercrombie. Dit is een lichtroze trui. Het is een beetje een kort modelletje. Komt ongeveer net onder je navel. Met lange mouwen. En zilveren bedrukking staat dan Abercrombie. En dan, oh ja, een beetje zo'n standaard Abercrombie logo staat erop. Deze vind ik dus ook nog steeds heel erg leuk. Maar hij is van de kinderafdeling in een maatje L. Wat ongeveer overeenkomt met een XS. Want ik heb van mezelf een XS en past deze gewoon nog steeds. Alleen ik draag hem gewoon nooit. Maar deze lijkt me gewoon heel erg leuk met een spijkerrokje en dan een spijkerjasje erop. Of een leerjasje. Je kan hier eigenlijk alle kanten mee op. Want lichtroze kan je eigenlijk wel overal mee combineren, vind ik. Dit waren een aantal van de items die ik dus ga verkopen op mijn Unite Wardrobe. Ik zal nu nog een paar aanbeelden laten zien. Maar ik wil jullie wel vast heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het nou een leuke video doet, dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Het is helemaal gratis, maar ik zou het wel echt super leuk vinden als je het zou doen. En neem natuurlijk na deze video even een kijkje op mijn Unite Wardrobe account, waar je al deze kleding items op kunt vinden en nog veel meer, want ik ga er nog veel meer op zetten, maar het was veel te veel om in deze video te laten zien. Misschien vind je wel iets leuks wat bij jou past en heb jij binnenkort een nieuw item in je kast hangen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei doei!